gebruik de stok om het schoon te maken. Geen lelijke tandpasta tubus meer. Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Sabrina en ik heb weer een aantal dingetjes gekocht waar ik zo ontzettend blij mee ben. Ik kom altijd voor van alles en nogal bij de Action en dit keer heb ik een aantal schoonmaakartikelen gehaald. Want ik ben zoals gewoonlijk, mocht je me al kennen, dan weet je dat ik helemaal obsessief ben met schoonmaken, opruimen. Ik ga daar heel erg goed op. Vandaar dat ik een aantal nieuwe spulletjes heb gekocht. En naast dat ik mijn aankopen ga laten zien, ga ik ook nog een aantal hacks met jullie delen die het schoonmaken en opruimen leuker maken. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk dan vooral verder. Ik ben aardig geslaagd. Ik heb 2 volle tassen met aardig gewicht. Dus ik begin denk ik eerst met deze tas. Maar voordat ik een item eruit ga halen, wil ik eerst aan je vragen om een duimpje omhoog te doen als je zin hebt in deze video. En abonneer ook vooral op dit YouTube kanaal. Oké. Wacht, ik heb ook nog iets anders. Voordat ik dat ga vergeten, laat ik dat wel als eerst zien. Ik heb namelijk dit gekocht. Dit is een stofwisser starter set. Je hebt 5 vochtige cleaning wipes en 5 stofdoekjes. Wow, ik kom eventjes niet meer op het woordje doekjes. Ik heb dit als set. Super handig ook. Dit product was €3,99 en ik heb straks hiermee ook nog een hele handige en leuke tip. Dan hebben we hier een schoonmaakfles met 3 microvezeldoekjes erin. Je kan hier zelf je eigen schoonmaakmiddel in maken. Maar dit is ook heel erg handig, want je kunt het altijd hergebruiken. En je hoeft dan niet elke keer schoonmaakmiddel te halen. Allesreiniger, al ben ik daar wel fan van, want ik vind het wel heel erg praktisch en gemakkelijk. Over schoonmaakmiddel gesproken, ik heb alles reiniger gehaald. Een beetje tegenstrijdig om een DIY pakketje te hebben en dit. Maar dit komt altijd van pas. Mijn allesreiniger gaat er zo snel doorheen. Dit was trouwens €1,99 en de allesreiniger was €1,27. Ik heb maar liefst 3 van deze voorraadpotten. En ik heb hier al een ideetje mee, want ik vind het zo satisfying als alles mooi georganiseerd is. En het liefst wil ik mijn hele huis, mijn keuken, mijn badkamer, eigenlijk alles waar je dingen in kan opbergen, wil ik eigenlijk opgeborgen hebben. Maar dat is best wel een pittig project. Dus ik doe het stap voor stap. Deze potten ga ik voor de badkamer gebruiken. En per stuk waren de potten €1,99. Dat waren nog niet alle voorraadpotten. Ik heb namelijk ook deze 2 glazen potten met een goud detail aan de bovenkant. En hierin wil ik verse koffie en verse thee in doen. Dit komt straks in de keuken. Ik word er nu al helemaal excited van dat alles straks mooi georganiseerd is. En deze waren €1,49 per stuk. Dan heb ik hier 2 zeepdispensers. En hiermee ga ik ook een lifehack uitvoeren. Ik zag namelijk iets voorbij komen met tandpasta en mondwater. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe de uitvoering zal zijn. Of het een beetje gaat lukken. Het idee in ieder geval is heel erg leuk. Maar we zullen zien of het mij ook gaat lukken. En deze waren €1,59 per stuk. Voor dezelfde lifehack heb ik tandpasta gehaald. Want dat was ook nodig. Anders kon ik de lifehack niet uitvoeren. En deze haal ik letterlijk altijd. Dit is de Colgate Max White. Deze is zo ontzettend fijn. De tandpasta was €1,49. Dan heb ik 2 grijskleurige microvezeldoekjes gehaald. Ik zat te twijfelen om er meer mee te nemen. Maar ik heb hier natuurlijk er ook nog 3 in zitten. Dus voor nu ben ik voorzien. Deze waren maar €0,49 per stuk. Dus dat is geen geld. En het komt altijd van pas. Dan heb ik 2 plateaus die ik straks ook ga gebruiken bij de hack. En deze waren €0,72 per stuk. Ik kan zo blij worden wanneer mijn schone was zo lekker ruikt. Vandaar dat ik deze Lenor Unstoppables heb gehaald. 2 maal zelfs. Dan heb ik tenminste een kleine voorraad. En per stuk kostte dit €4,98. En misschien kan je het al raden. Dit ga ik straks overpotten, zodat het er leuker uitziet. We zijn nog niet klaar. Ik heb hier 2 maal robijn wascapsules. Voor zwarte was en voor de witte was. Normaal gesproken gebruik ik vloeibaar wasmiddel. Maar ik dacht, voor de verandering doen we eens gek en kiezen we voor een ander product. Dus ik heb dit. En to be honest, zijn prima verpakkingen. Maar we gaan het beter organiseren. Want ik hou niet zo van de kleur oranje. En het past niet echt in mijn interieur. Dus hier gaan we een oplossing voor bedenken. Per doosje kostte dit €3,96. Eind is in zicht hoor. Ik heb nog 2 producten.
We hebben hier een reiniger voor de oven en magnetron. Ik vergeet altijd mijn oven schoon te maken. Dat is heel slecht eigenlijk. Maar toen ik dit zag, dacht ik, oké, we gaan dit even goed aanpakken. We zorgen ervoor dat het weer fresh is. En naast dat heb ik ook nog window cleaner om de ramen mee schoon te maken. Ondanks dat ik schoonmaken en opruimen heel erg leuk vind en het ook echt als een zenmomentje zie, kijk ik er altijd tegen op om mijn ramen en spiegels schoon te maken. Ik doe het niet graag, maar we gaan er vanaf vandaag verandering in brengen. De glasreiniger was 72 cent en de oven- en magnetronreiniger was 1,27 euro. Oké, dat was dan de shopblog. Laten we maar snel de heks gaan uitvoeren. Het wordt tijd om de oven schoon te maken. Ik merk dat dit echt nodig was. Ik zie direct een verschil. De oven is weer schoon. Ik heb hier verse thee en bonen. Ik ga eerst even de bonen malen en dan ga ik dit in de potjes doen. En nu staat dit mooi in de kast. Het schoonmaken van mijn ramen doe ik niet graag. Maar ik heb een manier gevonden waardoor ik het wel leuker vind. Hiervoor heb je drie dingen nodig. Zo'n stok, een microvezeldoek die eigenlijk veel te groot is, maar I will make it work. En een ramencleaner. Je spreekt je ramen helemaal in en je gebruikt de stok om het schoon te maken. Je moet er even handig in worden. Maar als je het eenmaal door hebt, is het heel erg simpel. En zijn je ramen weer schoon. En dit is ook echt ideaal voor als je klein bent en ergens niet bij kan en hoge ramen hebt. Welkom in mijn badkamer waar ook mijn wasmachine staat. Ik heb hier alle items die ik nu ga overpotten. Ik heb al wat dingetjes daar staan. Hoe satisfying is dit? En van de parels gaan we door naar de capsules. Omdat ik zelf nog wasmiddel had staan, heb ik niet alles vervangen. Dus ik heb deze drie potten toegevoegd. Het is weer helemaal clean en georganiseerd. Voor de volgende hack hebben we deze producten nodig. We doen eerst de volledige tandpastatube in de dispenser. En vervolgens doe je een klein beetje mondspoelingen in. Hoe? Zo. En als je dat hebt gedaan, mix je het. Op deze manier heb je geen lelijke tandpasta tubus meer in je badkamer staan. Zo, dat was dan de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat vooral hieronder in de reacties weten of jij een van deze tips ook gaat gebruiken. En mocht je een andere schoonmaaktip of hack hebben, laat het dan ook vooral hieronder achter. Abonneer zeker op het YouTube kanaal van Action en geef deze video ook een duimpje omhoog. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en wie weet tot de volgende keer. Doei doei!